Een heel goede avond. Onze historie van vandaag begint in de rebelse jaren 60. Linkse studenten stonden op de barricades tegen het kapitalisme. Om de macht van het geld omver te werpen, moesten de arbeiders zich verenigen. Er werd een nieuwe Maoïstische partij opgericht, AMADA. En die spoorde aan om de strijd desnoods met geweld te voeren. In dat klimaat koos een kleine groep van radicaal gezinden ervoor om te gaan leven en werken onder de arbeiders. Ze voerden hun sociale strijd niet vanuit salons, maar vanuit mijnen, fabrieken en sloppenwijken. Vanavond laten we drie van die dwarsliggers aan het woord. Een priesterkunstenaar die dokwerker werd, een psycholoog die al 30 jaar als gewoon arbeider in een staalfabriek werkt en een jurist die mijnwerker was. In hun jeugd hadden ze hoge verwachtingen over een betere wereld. Ze maakten wilde stakingen mee en ze moesten voor hun idealisme vaak een hoge tol betalen. Historisch volgt het bewogen parcours van hun leven. Ze praten over meer dan 30 jaar links engagement, over hun keuzes toen en hun drijfveren nu. En hun verhalen vormen de tweede aflevering van onze reeks Oproerkraaiers in de Lage Landen. Dit is de historie van drie kameraden. Luc Sieters, eigenzinnig, radicaal, tegendraads. Een man die uit sociaal idealisme 15 jaar kolenstof in de Limburgse mijnen heeft geslikt. We hebben van kleins af leren wringen, zeggen we altijd. Dus leren wringen en het is mij nog altijd onmogelijk om in de pas te lopen. Hè. Bert Hedebouw, gediplomeerd psycholoog en staalarbeider, al 35 jaar overtuigd militant van de extreem linkse Partij van de Arbeid. Ik heb enorm veel mensen die mij zeggen, Hubert, je hebt gelijk wat je vertelt, dat is juist. Maar waarom hadden er altijd de revolutie bij? Ook de kerk had haar rebellen. Frans Wuitak was priester-arbeider, dokwerker en stakingsleider. Ik ben maar in 1972 opgehangen bij Goddelijk Recht, omdat ik dus meegedaan had aan die groep inspraak. Dat was rond Vragen in de tijd in Sint-Gilles Dendermonde. En de kerk aanzag dat niet met grete goge, dan ik natuurlijk onder dok werd. Eind januari 1968. Een honderdtal radicaal linkse studenten uit Leuven deelt pamfletten uit aan de staalarbeiders van Coqueril-Ougré in Luik. Hun boodschap? Studenten en arbeiders moeten de handen in elkaar slaan voor een totale omwenteling van de kapitalistische maatschappij. Leuven-Vlaams is een historische voetnoot. De arbeidersklasse blijft de revolutionaire kracht. De studenten, de democratische studentenbeweging, heeft van bij het begin zich zeer duidelijk gerealiseerd dat zij als marginale groep en inderdaad als bevoorrechte groep zelfs niet in staat zijn om deze grote maatschappelijke omkeer tot stand te brengen. En daarom hebben zij ook van bij het begin gesproken van het contact zoeken, het gaan naar de arbeiders. Dus die groep die wel potentieel revolutionair is. En dat is op een prachtige manier gerealiseerd geworden en zelfs veel vroeger dan wij het ooit hadden kunnen verwachten in de Parijse Revolte, waar dus de studenten begonnen zijn met de hele actie, waar dan op een bepaald ogenblik de arbeiders een solidariteit betoond hebben met deze geturfde actie, werkelijk geëngageerde democratische actie van de studenten, en waar zij dan zelf tenslotte tot de actie zijn overgegaan. In de talrijke wilde stakingen van de eerste helft van de jaren 70 kunnen de revolutionaire studenten uit Leuven en Gent een klein aantal arbeiders overtuigen. Het Maoïstische AMADA, alle macht aan de arbeiders, wordt opgericht. De dictatuur van het proletariaat en het revolutionaire geweld zijn de kernpunten van het programma. Door het feit dat er dictatuur is tegen de kleine groep, de 5% van uitbuiters, daardoor krijgt de arbeidersklasse en krijgen de werkende klasse voor het eerst een vorm van echte democratie. Democratie voor hen, die slechts mogelijk is wanneer ze niet meer onder de heerschappij, onder de knoet zitten van die 5% kapitalisten. De taak van een communistische partij zoals AMADA bestaat erin de miljoenen arbeiders en werkende mensen te doen inzien dat aan hun miserie en aan hun ellende maar een einde zal komen wanneer ze
Het rechtvaardige geweld van de werkende massa's zetten tegenover het onrechtvaardige geweld van de uitbuiters. Eind van de jaren 60 groeit in Vlaanderen ook een belangrijke protestbeweging tegen het conservatisme in de kerk. Paus Paulus VI heeft de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie sterk teruggeschroefd. Vele priesters en gelovigen willen de oorspronkelijke geest van het concilie volgen en toepassen. Een van die progressieve priesters is Gilbert Verhagen, onderpastoor in Sint-Gillis-Dendermonde in het Waasland. Hij wordt door de kerkelijke overheid uit zijn ambt ontzet. In Sint-Gillis organiseren enkele duizenden sympathisanten 3 betogingen om hem te steunen. Ik denk dat Sint-Gillis, het geval Sint-Gillis zoals men zegt, wel een beetje een shock zal teweeggebracht hebben in bepaalde middens. En in die zin gaat er toch ook wel iets positiefs uit voortkomen, denk ik. Een van zijn jonge opstandige parochianen in de jaren 60 is Luc Sieters. 35 jaar later ontmoeten ze elkaar opnieuw op de plek waar het verzet begon. Voor ons was dat een spoedcursus. Dus in die zin, we leerden opkijken naar mensen die durfden zeggen wat ze dachten te moeten zijn. Dat was zeker niet gewoon in de kerk. Via de contestatie rond een rebelse pastoor in een boerendorp komt Sieters in contact met de gangmakers van extreem links in Vlaanderen. Ook daar weer moeten we een tijdsgeest zien waar wij dus uit die actie Verhagen kwamen als domme jongens van een boerendorp die het jaar tevoren, sommigen zelfs nog, ik niet, maar sommigen gingen naar de IJzerbedevaart, weet ik zeker. En het jaar nadien waren er in het dorp, in het jeugdhuis, 3 kampen. Gaat de communistische partij, gaat een trotskistische afdeling die redelijk klein was, en gaat een maoïstische afdeling. Met anderen mee koos ik. Maar ik koos niet voor de KP, want dat waren oude mannen. Dus dat waren oude mannen die kwamen de les spellen. En ja, wat trok mij nu aan tot dat maoïsme? Zeker niet in theorie, want ik ben geen filosoof. Ik denk het radicale, dat hoorde het best bij mijn eigen radicaliteit, het engagement. Alles laten vallen voor een doel, dat was voor mij zeker niet erg. Maar als in 1973 de fascistische dictator Pinochet in Chili het socialistische bewind van Allende omverwerpt, blijkt snel dat Sieters geen slaafse volgeling is van uiterst links. That Allende committed suicide and is dead now. De avond van de staatsgreep deelt Sieters een pamflet uit van Amada. Met gauchistische hoogmoed betogen de scherpslijpers van Amada dat Allende de belangrijkste oorzaak is van de fascistische staatsgreep, omdat hij de gewapende strijd niet echt heeft aangedurfd. Dat gaat de kritische Sieters te ver. Ik heb hier nu wel de nadruk gelegd op het feit dat ik geen filosoof was, dat ik zeker niet een ideoloog was enzovoort, maar ik was nu ook niet helemaal achterlijk. En het denken met uw eigen kop, met uw eigen verstand, ja, dat heb ik die avond dat toch wel gedaan. Dus door gewoon te lezen wat er stond en na te denken over wat ik van hieruit wist over Chili en hoe ik de situatie inschatte en ja, dit. Dit zei ik in die omstandigheden, dat gaat niet. Dit is een fout. Basta de mentes hipócritas. In de krottenwijken van de derde wereld prediken sociaal bewogen Vlaamse priesters intussen de opstand van de armsten der armen tegen uitbuiting en onderdrukking. Vanmiddag, dames en heren, zijn we te Sint-Niklaas even gaan praten met priester Frans Wuitak. Gisteren, mogen we zeggen, als een berooid man op 's avond hem gearriveerd nadat hij uit Venezuela werd gewezen. Waarom, meneer Wuitak, werd die maatregel tegen u genomen? Ik denk dat die maatregel vooral genomen werd wegens de groeiende bewustwording van de mensen ginds. De groeiende bewustwording in de zin dat ze hun eigen vrijwording wilden bevechten.
op een geweldloze manier. En in die zin voelde ik me een van de hunnen en deelnemend in al wat er kon toe bijdragen om werkelijk de wenselijke waardigheid naar voren te brengen. Als ik 17 jaar was, heb ik reeds in Parijs gezeten met l'Abbé Pierre, met de Vodderrapers. Wat mij fascineerde waren de priesterarbeiders, die in 1953 dan verboden zijn. L'Abbé Godin en die mannen die aan de haven werken. Je hebt dan Elder Camara, je hebt dan de opkomst ook van de guerilla-beweging, volksverzet, overal. Men kan niet blind blijven, denk ik, voor het tijdsgevricht dat bezig is. En dat heeft zeker een invloed gehad. Maar dan toch ben ik vooral geraakt of gedreven geweest door figuren en bewegingen die op een totaal radicale wijze die inzet naar de mensen hebben overgebracht. Dit is de constructie van het alfabetisatiecentrum in El Milagro, dat ook El Combate werd genoemd. El Combate, dat was een barrio die het meest geleden heeft onder de repressie. Hier is het aan Rancho Negro, dus dat was het rancho waar dan ik woonde. Hier zie je beneden de barrio. Er woonden ongeveer toen een 200.000 mensen. Het was ook in onze wijk, in onze barrio, dat de eerste vrouwelijke burgemeester is gekomen, Josefina Nieto. Qué triste vive mi gente en los ranchos de cartón. Hoe ellendig leeft mijn volk in huizen van karton. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. 2 jaar na zijn uitwijzing uit Venezuela in 1972 gaat de uitgetreden priester Frans Wuitak aan de Antwerpse dokken werken. En hoe is het met de kindjes en al? Eerste klas. Zeg. 30 jaar later halen hij en Zwarte Willy, zijn trouwe strijdmakker van toen, herinneringen op. In 1973 ontpopt Wuitak zich als een van de leiders van de wilde dokwerkerstaking die 6 weken zal duren. Specifiek ben ik op een dok komen werken, ten eerste omdat dat een combatief midden was. En ten tweede omdat mijn grootvader was ook een dokwerker die de staking van 1907 meegemaakt heeft. En binnen de staking zei hij dikwijls, Frans niet ploegen. Hè. Dus die mensen hadden heel wat meegemaakt in 1907, veel hardere tijden dan wij. En in die zin lag me dat wel dicht bij het hart om hier te komen werken. Voelde ik me echt thuis. In het midden van de jaren 70 zendt het Maoïstische Amada zijn zonen en dochters uit naar de grote fabrieken in Wallonië. Een van hen is afgestudeerd psycholoog Bert Hedebouw. Hij wordt staalarbeider bij Cockerill Samre in Luik. Daar valt hij op door zijn gepantserde marxistische overtuigingen. Een reden voor als arbeider te gaan werken in de grote fabrieken was natuurlijk ook de rol die wij toebedelen aan de arbeidersklasse in het revolutionair proces. Dus wij blijven er nog altijd van overtuigd dat het de arbeidersklasse is die de als enige klasse eigenlijk materieel gezien in de voorwaarde is voor de macht van het kapitaal eigenlijk omver te werpen. Arbeiders die op de straat zullen vuren in de eerstvolgende komende jaren. Kameraden, trek om je ziel en laat niet toe de fascisten verder uit de fabriek intrekken. Laat dat niet toe, kameraden. Want hier van deze dagen zal er blijken hoe welk gewis je zult hebben als strijdbare arbeiders. Luc Sieters is minder extreem, maar zijn engagement is niet minder groot. Hij gaat werken in de ondergrond van de mijn van Beringen. 15 jaar lang zal hij er onvermoeid militeren als radicaal linkse en democratische syndicalist. En ik ben hier eigenlijk
komen werken uitsluitend vanuit een sociaal interesse. Dat was nu iets wat ik nog niet kende. Hè. Ik ben zo in de mijn begonnen, maar niet met de bedoeling van hier een pensioen op te bouwen. Daar moet ik eerlijk in zijn. Dat zat zeker niet in mijn voorhoofd en even in mijn achterhoofd. Die eerste periode, dat was bijna elke avond dat ik dan dacht, dit is niks voor mij. Hè. Stof, onwaarschijnlijk stof, lawaai. De eerste stap was vertrouwen winnen als werkman. Goed werken was een basis, want met wie je moest gaan discussiëren, die voelden onmiddellijk aan met wie ze te stellen hadden. Hè. En dan werd daar ook naar geluisterd, dus dan werd jij ook niet weggelachen. Ik heb zelden een ingenieur tegengekomen die mij ging weglachen. Hè. Het was hem ook niet aangeraden, maar ik heb het zelden meegemaakt. Maar dat was ook omdat ze wisten, als die komt, dat werd soms gezegd, die komt niet dikwijls, maar als die komt, kunnen we beter de deur open doen. Hè. Het zogenaamde kot aan de Antwerpse haven. Hier komen de losse dokwerkers kijken of er werk voor ze is. Die lossen zijn nu een minderheid. 30 jaar geleden was dat anders. De eerste keer, dat weet ik nog goed, dat waren een 3000 man in het kot. Hè? Ja, dat zeker. Zeker. En wat stond er nog? Dat zag boemen de vol. In 1973 was het kot de zenuwknoop van de staking. Er werd geen stakersgeld uitbetaald, dus het was een wilde staking dus. En we zijn er dan wel in gelukt met het stakerscomité langs vergaderingen. Iedere keer was er een samenkomst bij iedere shift. Dus de middagshift, de morgenshift, de nachtshift. Om de mensen, om tot een dialoog te komen, om tot een democratische staking te komen die van de basis uitkwam. En die strijdbaar genoeg was, want het was 92 kilometer dok. Het is niet genoeg van eens op handen te fluiten en te zeggen, jongens, het is staking. We zijn om boord geklommen, we hebben de ploegen geroepen en de mensen zijn naar moe gekomen, uit schip dus. Hè. Maar ondertussen had een baas getelefoneerd en dat wisten wij niet. Stond er onder een hangar dus zo'n autotank. Dus like van na de oorlog, je kent ze wat, met de gendarmerie en een jeep. En ook nog een wagentje van de BOB, maar die had te weinig zien staan. Op 1 mei, het feest van de arbeid, komt het tot een kortsluiting met de leiders van de vakbonden en van de toenmalige Belgische Socialistische Partij. Vooral wie met werken zijn brood moet verdienen, stellen zich dagelijks nieuwe problemen die in onze bewogen tijd veel ingewikkelder worden dan in het verleden. De 1e mei was feitelijk de confrontatie met de vakbond. Want de vakbond wilde nog niet erkennen en de staking was toen al meer dan 3 weken bezig. We stonden opgesteld op het Maria Theresiaplein. Het regende met een 2000 stakers, allemaal met zwarte vlaggen. We werden niet toegelaten in de 1e meistoet. Natuurlijk om 2000 mensen tegen te houden. We hebben door geen bazaar gemaakt, maar we hebben ons dood eenvoudig achter de majoretten doorheen gesmeten en opgestapt en gezongen hand in hand. Wat natuurlijk wel deugd doet aan het hart als je langs de straten gaat en al die mensen begonnen plakken. En, dus dat was dan toch de sympathie van het volk. We zijn toen tot op de Grote Markt gekomen en door beginnen roepen dieven. Er werden onmiddellijk drie rijen politieagenten voorgezet voor ons. We drumden ervoor. Kop van den Einde die bleef op de tribune zitten, maar de tribune werd volledig leeg. Op zichzelf was dat een,
een overwinning. Maar de overwinning was voor ons dat wij op de tribune gingen zitten. Dat was natuurlijk een beetje arrogant volgens sommigen. Maar dat wij op de tribune gingen zitten, want wij waren feitelijk degene die de 1e mei in ons hart droegen. Een van de belangrijkste eisen van de dokstaking is meer veiligheid door een betere bemanning van de ploegen. Daarbovenop een opslag van 100 frank per shift en een fatsoenlijke eindejaarspremie. En ik heb dan gezegd, ga vlak, kameraden. Of kameraden niet, want tegen mensen kan ik een kameraden niet meer noemen. Het is een grove leugen dat wij tot 8000 frank gemiddeld tot 10000 frank eindjaarspremie hebben. We hebben de indruk dat we die staking voor een stuk gewonnen hebben. In die zin, we hebben geen 100 frank bij werkende shift meer gehad, maar nadien heeft men 13e mond gegeven, heeft men 125 frank gegeven. De veiligheid van de ploegen is verhoogd. Je weet toch ook, na de staking, dat iedereen een stakingsvrijheid gaat, hè? Of dat ze gewerkt hadden of niet. Hè? Ah ja, in die zin, maar dat is altijd met gelijk welke staking. Is dat niet leerzaam? Hey. Dat is de veiligheid dat ze gebroken hebben om mensen te verdelen. En ook, de taten zijn veranderd. 73 tegen de dag van mijn hoofd. Dan komt er alleen nog maar een paar mondje houden. En, ja, en braaf zijn. Ja. Braaf zijn. En als je morgen zegt, hè, hand in hand, hè, dan is dat gedood. Ja. Zegt hij dat hij niet kan, alles kan. In de moskee van Beringen ontmoet Luc Sieters enkele oude Turkse kameraden. 25 jaar geleden leidde hij hun verboden staking en toen besefte hij dat hij een sociale opdracht had in de mijn. De aanleiding voor die staking in 1976 was dat een man die langdurig ziek was geweest, arbeidsgeschikt werd bevonden en een paar uur later in de mijn overleed. Allahu Akbar, Allah. Uiteindelijk heb ik moeten ondervinden dat die staking gebeurde door Turkse mensen, dat ik mij daarom bekommerde, maar dat er een akkoord werd afgesloten door mensen die ik eigenlijk gedurende heel die staking niet gezien had. En dat heeft bij mij de definitieve aanzet gegeven om hier te blijven ook. Om te zeggen, volgens mij heb ik hier een belangrijke sociale rol te spelen. En bovendien, ik ga in de vakbond gaan werken, want als daar de akkoorden worden afgesloten, dan wil ik er daar ook bij zijn op het moment dat ze worden afgesloten. Rond diezelfde tijd begint in het Luikse staal de sociale onrust te broeien tegen de rationaliseringsplannen. Begin jaren 80 zijn er de woelige betogingen van staalarbeiders in Brussel. Misschien kan de revolutionaire boodschap van Bert Hedebouw nu wortel schieten. Emotioneel ben ik heel sterk getroffen geweest door die grote staalbetogingen in Brussel. De eerste grote betoging in Brussel is geweest de betoging waar er dan de charge van de lichte cavalerie is geweest. Dat zijn misschien beelden dat sommige mensen zich nog herinneren. Dat is in elk geval een beeld dat gekozen is geweest als beeld van het jaar. De tweede betoging is dan geweest, we noemen dat betoging van de botaniek, waar dat eigenlijk bij de rogierplaats eigenlijk kort en klein is geslagen. Hè. Wat ik als onze inbreng eigenlijk zie, een barricade die is opgeworpen geweest door een aantal mensen van de trein of Saint van Charleroi, een paar mensen van Luik en een aantal militanten van de Forge de Clabec, hè, wat daar in die rellen rond het Rogiersplein dan toch misschien een romantische, maar dat toch ergens een zekere rol hebben gespeeld. Romantisch noemt Hedebouw de veldslagen tussen rijkswacht en staalarbeiders. Gaat het nog altijd om de verheerlijking van het revolutionaire geweld, zoals Amada dat in de jaren 70 verkondigde? Je weet dat als je in de maatschappij iets wilt veranderen, dat je vroeg of laat op het geweld van de mensen gaat stoten die het voor het zeggen hebben. Hè, en dat je daar ofwel moet capituleren ofwel moet durven tegenin gaan. Hè. Dat soort geweld in de mate dat dat gedragen wordt door de mensen en dat dat gericht is tegen de mensen die eigenlijk van de huidige maatschappij profiteren en
Dus dat soort geweld, daar heb ik geen problemen mee. Maar de afbouw van de staalsector is niet meer tegen te houden. Er duikt een tegenstander van formaat op, crisismanager Jean Gandois. Je porterai plus particulièrement la responsabilité à la fois des investissements nouveaux dans ce groupe, mais aussi, lorsque ce sera nécessaire, hélas, des fermetures d'installations. Niet ver van het Luikse staalbekken in de Limburgse mijnen smeult een andere haard van sociale onrust. De eerste geruchten over een sluiting van de mijnen duiken op. Een belangrijke spreektribune in die dagen voor Luxieters was deze kiosk van Beringen. Dat was ook een van de plaatsen waar we toespraken hielden soms. Hè. Als er de een of de andere staking was. En er was te veel volk om aan de poort te staan. Dan kwam ik hier op de kiosk staan. En ja, dat zie je, hè. Hier kan veel volk. Hè. De berichten over mogelijke sluitingen klinken altijd maar luider. Sieters blijft koel en nuchter, te midden van de onrust van zijn kompels. Geen woorden, maar daden, we strijden voor de dood. De overgang naar de nationale sectoren, zoals dat heette, het glas, het staal, de scheepsbouw, de textiel en de koolmijnen. Dus er was daar alles, van alles aan het gebeuren en we waren daar eigenlijk niet zo door verrast dat er daar een boodschap kwam dat de koolmijnen gingen afgebouwd worden. Ik viel daar niet van achterover. Ik vind ook niet aan een syndicaal afgevaardigde die zijn stil kent, mag achterover vallen. Geen enkele mijn dicht. In het begin is er over die eis eensgezindheid bij alle mijnbonden. Tot in de lente van 1986 een spontane staking uitbreekt. Die staking van 86, daar heeft men werkelijk een groep mensen, een industrie, mensen die in een industrietak werkten, proberen te isoleren, zowel politiek als in de media, proberen te criminaliseren als nooit tevoren. Hè. Dus we hebben nog het Belang van Limburg moeten gaan bezetten om uiteindelijk in de krant, in de Limburgse krant, nog een keer een verhaal te krijgen over een staking die in Limburg al 4 weken bezig was. Sieters is een van de belangrijkste organisatoren van een succesvolle betoging in Hasselt van mijnwerkers en solidaire arbeiders uit andere sectoren. Die betoging was voor de officiële vakbonden in feite een eindpunt. Terwijl wij ze als afgevaardigden zagen als een beginpunt. En op die betoging is inderdaad onmiddellijk een moeizame, spontane staking begonnen. De staking verloopt moeizaam, omdat de bonzen van de mijnwerkersvakbonden nu eens meemarcheren, dan weer niet. Wees solidair! Wees solidair! De vakbonden hebben de staking erkend! Binnen de mijnwerkersvakbonden worden 12 militanten en delegés, onder wie Luc Sieters, ontslagen. Dus als je je met hart en ziel voor die vakbond hebt ingezet, allemaal met de bedoeling om de belangen van de mensen waar je mee werkt te verbeteren, en je wordt er dan uitgegooid op een compleet ondemocratische manier natuurlijk, zonder dat je het zelf weet, ja, dat is ongeveer het ergste wat je kunt meemaken. Hè. Het protest tegen de sanctie volgt onmiddellijk. Een paar duizend mijnwerkers stappen op naar het socialistisch vakbondslokaal in Hasselt. Sieters neemt het woord. U acht die sanering onvermijdelijk en zoekt alleen om die zo pijnloos mogelijk en menselijk te laten verlopen. Dat is de reden waarom u zich hebt ingezet om deze staking kapot te maken. Dat is de reden waarom u ons vandaag afzet en uitsluit. U wil van ons af om in vrede en rust, in overleg met de regering en directie, deze sanering te kunnen doorvoeren. We werden een toegang ontzegd, dan is de toegang geforceerd. En binnenin is het dan ook al hier leven uit de hand gelopen.
dan volgende maand geen verkiezingen met iedereen op de lijst. En dan ga ik goed. Dat is ons zeker. Dat waren momenten die ik absoluut niet aangenaam vond, maar we moesten erdoor. Als je een verantwoordelijkheid neemt, kun je niet zomaar laten afslachten, en ik laat dat zeker niet doen. En de mijnwerkers wouden ook niet dat men afgeslacht werden. Enkele maanden later duikt de gladde troubleshooter Til Gijzelink op. De koele kikker, zoals hij door de mijnwerkers wordt genoemd. Nee. Ik geloof, nee, absoluut niet. Want ik ben oprecht van overtuigd dat als de regering toestemming geeft voor het totale pakket van 28 miljard, dat het niet nodig zou moeten zijn om tot afdankingen te komen. Eind 1986 maakt Gijzelink zijn sluitingsplan bekend. De meeste mijnwerkers blijven elke sluiting afwijzen. In 1987 gaan ze opnieuw in staking. Maar na 2 maanden merkt Sieters grote moedeloosheid bij de kompels. Leg dan een maandag door buiten. Steek dan uw vinger op. Oké, jongens. Het is niet omdat Gijzelink er nu een hele tijd in gelukt is van de ondernemingszelden niet bij in te roepen, de verzoening te weigeren enzovoort, dat er geen mensen gaan opstaan in België en in de arbeidersbeweging die gaan zeggen, kijk, hij moet leren leven volgens de regels die er zijn. Kleinere groepen mijnwerkers blijven een soort guerrilla voeren. Rijkswacht en mijnwerkers gaan gevechten in regel aan. Kompels trekken naar de hoofdzetel van KS, waar onderhandeld wordt over misschien wel de duurste collectieve arbeidsovereenkomst uit de Belgische sociale geschiedenis. Maar tijdens de onderhandelingen duiken nieuwe moeilijkheden op. We hebben nu gisteren moeten constateren dat KS een initiatief neemt waarmee werkelijk de mensen in 2 groepen verdeeld worden. Dus zij die misschien recht gaan hebben op pensioenen en zij die een premie gaan krijgen. Weer laait de woede van de mijnwerkers op. Een nieuw zwartberg hangt in de lucht. In deze zaal, de lampenzaal van de mijn van Beringen, leggen de realist Sieters en zijn moegestreden makkers zich neer bij de sluiting. Dat was de ene die tegenstemde, ga ik nooit vergeten. Dus dat was iemand die van het oosten was overgekomen naar het westen. En die man die pakte de micro en die zei, ja, ik heb respect voor wat je gedaan hebt, maar ik kan niet akkoord gaan met de sluiting. En ja, oké, dat was duidelijk dat het moeilijk voor hem alleen kon openblijven. Hè. Met pijn in het hart, met tranen in de ogen, geven wij u de kool terug waar dat gij ons groot hebt meegemaakt. Het is voorbij, uw sociaal leven, ja, moet geen andere invulling gaan geven. Maar gepensioneerd zijn op uw 40ste, wat bij mij toch het geval was, dat betekent dat je rondloopt wanneer de andere mensen werken. Al wat je sociaal kunt ondernemen is in feite in de hobby-sfeer of in de vrijwilligerssfeer. Dus ik heb daar zeer snel een andere invulling aan gegeven. In zijn staalsector maakt Bert Hedebouw de ene afslanking na de andere mee. Gandois sluit in Luik Valfil, de grootste productielijn voor draad die ooit is gebouwd. Nog 2 van de 4 staalfabrieken gaan dicht. Hedebouw's ideaal was de arbeiders bij Kokeril winnen voor de communistische idee. Maar in 20 jaar heeft hij al maar meer staalarbeiders zien verdwijnen. De werkhypothese is dat er 1 van de 3 continentale staalfabrieken weg moet. Dus ga ik misschien vertrekken met, laten we zeggen, de situatie, of de dreiging zeker, dat, laten we zeggen, meer dan de helft van wat er nog, het weinige dat er overblijft van de staal in Luik, dan gaat verdwijnen. En dus dat er
misschien in het beste geval nog alles samen 2000 werkplaatsen overblijven van de 30.000 dat ik heb gekend in 75 op het moment dat ik aan Luik toekwam. Bert, die over een paar maanden met prepensioen gaat, brengt nog eens een bezoek aan zijn vroegere hoofddelegé die nu café houdt. Wat que tu vas faire maintenant? Tu viens militer? C'est une bonne question. Ik kom maar déjà posé d'ailleurs. Je crois que je vais continuer, maintenant ça sera moins la sidérurgie, mais continuer un peu, je suis politisé. Il faudra trouver un terrain quand même. C'est-à-dire, ma grande peur, c'est de décrocher de la réalité du terrain. Mais est-ce que tu te rappelles au moins les nouveaux terrains de lutte qu'on a toujours cherchés, qu'on n'a jamais trouvés? Écoute... Frans Wuitak legt zich de laatste jaren meer en meer toe op een oude passie. Beeldhouwen. Voor hem is vormgeven aan steen en marmer een natuurlijke voortzetting van zijn sociaal engagement. Handen in mijn kunstwerken zijn overlevingstekens. Die handen die heb ik in feite leren ontdekken aan de tralies in Zuid-Amerika. Wat die handen waren van solidariteit, van medemenselijkheid. Madre. 2 jaar geleden keerde Wuitak terug naar de krottenwijken van Caracas, waar hij 35 jaar geleden werkte en leefde als priesterarbeider. Ik kwam in een school, een van de alfabetisatiecentrums, en wat zag ik? 16 alas. Er deed een vrouw open, een 34-jarige, een licentiaat, en die zei, mij zult niet kennen, maar mijn moeder had gekend, want die heb de leren lezen. En dat vind ik het allergrootste belang, dat is echt, je kwam terug en het is niet voor niks geweest. Luc Sieters ging na de sluiting van de mijnen rechten studeren aan de VUB en specialiseerde zich in arbeidsrecht. Ja, dat viel niet mee. Hè. Dat is zoals iemand die ooit sport gedaan heeft, 20 jaar nadien opnieuw sport wil beginnen doen. Hè. Dat is in de eerste 3 maanden zijn ook verschrikkelijk. Dus die eerste 3 maanden zijn maanden van twijfel en hoofdpijn en zelfverwijt. Hè. Ik ben mijn recht bezig geweest in de koolmijn op een emotionele manier. Je kunt zelden tot een bevredigende oplossing komen of tot een inwendige rust dan bedoel ik, wanneer je uitsluitend emotioneel tegenover een probleem staat. Daar is een zekere wetenschappelijke aanpak voor nodig en dat heb ik hier gevonden. Sieters werkt nu als jurist voor het ABVV van Vlaams-Brabant. Ik ben een syndicalist die rechten gestudeerd heeft en die verder voor de vakbond werkt, op een ander niveau, met een andere taak, maar toch nog dikwijls met dezelfde mensen. AMADA is de extreem linkse partij van de arbeid geworden. Zou het kunnen dat de extreme ideeën van vroeger voor Bert Hedebouw nu zeebellen zijn? Het geweld hier, dus in stakingen, het geweld in de fabrieken, de onveilige werkomstandigheden, dus dat geweld dat komt van de kapitalisten. De arbeidersklasse die heeft uit de hele geschiedenis de les getrokken dat de bevrijding van de arbeidersklasse dat die alleen met geweld zal kunnen gebeuren. Als ik natuurlijk zou kunnen reconstitueren waar dat ik 25 jaar geleden met mijn kop rondloop, dan ben ik daar wel onder gebleven. Maar bon, je moet ook een aantal illusies hebben voor met zo'n dingen te beginnen. Mijn fabriek die zal misschien binnen de volgende maanden zelfs verdwijnen. Maar bon, dus de echte resultaten heb ik leren beoordelen op niveau van wat er als organisatie overblijft. En de strijd gaat voort. Ik denk dat er alleen wat wijsheid gekomen is. Hè. Dus als jonge gast waren wij er eigenlijk van overtuigd in een periode die je geschetst hebt, dat het engagement en het geloof en de overtuiging
de maatschappij maakbaar maakte. Hè? Dus dat wij een maatschappij konden creëren naar de behoeften van de mensen met een groot rechtvaardigheidsgehalte. En we hebben natuurlijk moeten ondervinden dat dat niet zo maakbaar is dan we gedacht hebben. Volgende week trekken we naar El Salvador. Daar woedde 12 jaar lang een burgeroorlog tussen verzetstrijders en het regeringsleger van president Duarte. Tegen zijn dictatoriale regime en zijn doodseskaders vochten ook enkele Vlamingen mee. Dikwijls werden de lijken dan langs de weg, als, laten we zeggen, om de mensen schrik aan te jagen, onthoofd weggegooid met de hoofden op een spies of helemaal opengereten. De dood is zo realiteit. Je leefde van dag op dag. Je dacht eigenlijk nooit ver vooruit, omdat je wist van morgen kan het voorbij zijn, vandaag kan het mijn beurt zijn. Deze oorlog kostte het leven aan 75.000 Salvadoranen. Wij praten met enkele Vlamingen die het hebben overleefd en gingen met hen terug naar de haarden van verzet. De historie van de Vlaamse guerrilleros is meteen het laatste deel in ons drieluik over oproerkraaiers in de Lage Landen. Heel graag tot donderdag.